Hey, wat leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe Lego Harry Potter met Ivar. Vorige week hebben we jaar 1 afgesloten. Dat betekent nu natuurlijk uiteraard dat we naar jaar 2 gaan. De Chamber of Secrets, de geheime kamer. En ik ben heel benieuwd wat ons dit jaar weer gaat treffen. Al weet ik wat ons dit jaar gaat treffen. Because I know the books and the movies like. Maar zoals we in de afgelopen aflevering hebben gezien, hebben ze het niet heel erg nauw genomen met het originele verhaal. Dus ik ben heel benieuwd waar ze nu weer mee komen. Daar hebben we ze hoor. Ron, Harry en Hermione. Lekker toverdrankje brouwen. Ik dacht dat ze het eigenlijk niet zo leuk vonden om toverdrankjes te brouwen. Maar vandaag blijkbaar wel. En hallo, TT. Bedrijf dat deze game heeft gemaakt en het niet zo nauw heeft genomen met het verhaal. But it will probably be very funny. Load game, slot 2. Let's go. De Fort Anglia. Oh ja, graag. Oké, bam 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 bam. Begin year 2. We're back at Privet Drive. En oom Herman is niet blij met ons en het is verboden om te toveren. Vandaar, ze hebben zo'n hekel aan toveren dat ze er echt gewoon een foto van ophangen. Wat ze never zouden doen, maar goed. Harry gaat naar boven, die wordt naar boven geschuurd omdat natuurlijk twee mensen op bezoek komen. De meneer en mevrouw Bouwmeester heet ze volgens mij. En daar heb je fucking Dobby. Mogen niet eens wijs zijn, het leven is gevaarlijk daar. Dus hij jat gewoon zijn boeken. En zijn muts. Ja, Dobby die heeft gewoon even die foto is ook een Lego mannetje. Hij had gewoon even Harry's post gejat, zodat Harry zou denken dat hij geen vrienden meer zou hebben en niet terug zou gaan. Oké, dit is leuker dan in de film. En leuker dan in het boek, want in het boek valt hij op de grond volgens mij en niet per se op haar. Het spettert wel op haar, maar het komt niet... Nou, Harry heeft de tralies voor zijn dingen, want he'll never going back to that school. Looks pretty nice. Hey. Volgens mij klopt de muziek wel elke keer met... Wow. Ook gewoon... Weet je nou, Dirk zit ook gewoon tevreden in zijn kamer en die wordt ook opengegooid. En normaal zitten Fred en George... Normaal zitten Fred en George natuurlijk ook in de auto. And we're at the burrow, het nest. Die schreeuw klonk daadwerkelijk wel eigenlijk als Daniel Radcliffe. The mother won't be happy. Ginny heeft een oogje op onze potty wotty. Oh, we mogen spelen. Oké, dit is raar. Het ziet er ook gewoon een klein beetje anders uit dan eerst. Of is dat maar een idee? Nou, en ik heb mijn onzichtbaarheidsmantel nog, heel fijn. En ik heb alle spreuken die ik al heb geleerd. Oké, pretty nice. Ik heb hier... To lift the gnome, ye again to spin. En dan? Oh my god! 1 van de 6, dat is zo zielig. Aww, dat vind ik zielig. Wat gaan we hiervan maken? Oh my god, it's a stoom locomotief. Woo! Ik ga jou overrijden, Ron. Ronnie Pan, ik ga je overrijden, G. Kom hier, G. Bam, 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 bam. Ha. Achteruit. Oh nee, ik kan niet achteruit. Ik kan niet achteruit. Ik kan wel die mannetjes doodrijden. Oké, was leuk. Laten we eens even binnenkijken. What's up with the insides, bitches? Oeh, daar is Ginny Weenie. I'm gonna kill you, Ginny. No, I'm not gonna kill you. I'm not gonna kill you. I'm not gonna kill you. Oh, we can fix this crane. Dat is zo'n niet juist woord. Hey, waar is die nou? Ik dacht dat ik hem... I was doing my best. Ik dacht ook al. We gaan eens even een afwas doen, hè? Oh, dat zou toch zo episch zijn als dat in het echt kon. Als je in het echt zo makkelijk de afwas kon doen. Dat would be awesome. Ik snap nog steeds het punt van al die muntjes niet. Oh, we gaan de tafel dekken. Ik wil een hartje. Geef Harry Potter terug een hartje. Oh, wat hebben we hier allemaal? Ik heb nog nooit goed kunnen rondkijken in een huisje. Want in de andere games van de PC starten we meteen. Weet je nou? Starten we gewoon meteen op. Hogwarts can talk today. Hey, daar zijn de andere Wemels. On the picture. Oh, ze zijn al ergens of zo. Ik snap het niet. Moet ik schieten op ze of zo? Oh, we moeten naar Ginny. Ginny? Oké. Ginny, where are you, honey? Moeten we hier nog iets doen?
Wat is er met Harry? Waar dacht Harry aan? I don't know what to do. Wat moeten we hier nog doen dan? Laat mij eens zien of weten wat wij nog... Kan ik hier nog iets kapot schieten of zo? Is dat de bedoeling? I don't know. Ginny. Ginny, ben je nou? Ja, ze kijken naar Ginny. Ja, snap ik. Maar wat bedoel je dan? Moet Ginny... Oh, boeken. Moet Ginny nog... Is Ginny buiten? Ginny. My little girl. Where are you, honey? Misschien waarschijnlijk moeten we eerst al die... Want dat is in het boek. Ze moeten die tuinkabouters... althans, tuinkabouters. Die moeten ze dus opruimen. Voordat ze verder mogen. Dus dat moeten we waarschijnlijk eerst doen voordat we weg mogen. Wat is dat? Hey, kom hier jij. You little bastard. Oh, daar ben je. Kom hier. Doei. Hoeveel was dat? Oh, nog eentje. Volgens mij was die wel hier. Hi. Bye bye. Was dat 6 van 6? Yes. En Ginny, waar is Ginny nu? Zijn we nu klaar? Mogen we nu wel met de flu powder? Ik wil naar de weg is weg. I get stuff to do at the wag is wag. Maar Ginny is hier nog steeds niet. Ginny, trolley, waar ben je? Irritante Ginny, ik vind het trut. Oh, nog één. Kom hier jij. Kom hier. Get over here. Blijkbaar zijn we hier nog niet klaar, anders konden we al wel door. Moet ik hier nog allemaal dingen kapot schieten of zo? Ginny, where are you? Ik zie wel een Gryffindor teken. The car. That's quite a cool car. Ron, jij mag rijden. Woo! Misschien moeten we ook nog eens... Oh, wow, rustig, Ronnie Pony. Waarschijnlijk moeten we nog iets met al die wortels doen. Oh, die moeten we er eerst uitrijden. This is fun, though. Kijk, ja, ik zie dat daar is zo'n hondengraaf dingetje volgens mij, maar ik kan mijn hond niet begraven nu. Nou, kom maar uit. Niet die pokkenrat van je. Nobody cares. Die van de 7. Maar ik zie er niet meer, Rodar. Ik zie er nog wel een paar in de grond zitten. Kan ik dat ook hiermee doen? Sorry, Ronald. Ik moet wel een beetje leren rijden, ik. Nou, dan werk ik niet met die... Nee, ik moet ook met die wagen doen, want die heeft ook de kleur van diezelfde dingen. Duh. Laten we maar ook gewoon even voor de lol dat ding pakken. Kan ik hier nog iets mee? Nee. Maar dit ding rijdt ongecontroleerd, joh. Jongen, ik kan dit niet besturen. Ik ben niet zo goed. Kom op, Harry. Mr. Potter. Oh, ik moet echt in de richting wijzen. Jongen, hoe doe ik dit? Nou, dat is 1. Ik moet er echt midden overheen rijden of zo. Sorry, Ron. Dat had ik echt niet zo bedoeld. Maar weet je, ik kan anders ook niet anders. That'll be enough, right? Dat is... Ah, oké. Okay. En is Ginny nu aanwezig? Yay, nog zo'n ding. Hufflepuff. I'm a Hufflepuff trouwens. Op Pottermore. En eerst dacht ik, Hufflepuff. Maar na het zien van Newt Scamander vind ik het niet zo heel erg om een Hufflepuff te zijn, hoor. Hufflepuffs are quite awesome. Is Ginny... Waar is de trut? Hé, hey, wacht. Misschien moet ik rond worden en die rat pakken. En als scabbers graven. Nou, dat kan dus niet. Oké, okay, doesn't work. Wat moet ik nog doen dan? I don't know. Zijn we hier nog iets vergeten? Oh, jezus. Het moest dus helemaal niet. Alleen die pocket genie was er helemaal. Ik haat je, Ginny Weasley. Ja, yeah, give me the fucking flu powder. Thank you. Hey, niet die invisibility shizzle. Bam. I want green fire, please. Thank you. Ja, dit hebben we toch net al gezien. Ik snap het niet. Nice sweater, Harry. En natuurlijk, hij zei het niet goed. En nou zijn we in Flores and Blood of zo. Klieder en vlek. Where we should not be. Want daar verkopen ze allemaal ongure dingen. Het is een beetje een dark magic winkeltje. Oh my god. It's Hagrid. I knew it was Hagrid. Okay, wat moeten we doen? I don't know, like always. Laat ik gewoon als eerst schieten op dingen. Eventually, that's the best thing. Wat gaat er gebeuren? Oh my god. Hey, Harry! Kom maar niet te dicht daarbij, because that's not okay. What is about that? Hey, ik kan daar staan. Oké, ja. It's invisible. Oh, je ziet het alleen in de spiegel. Hagrid, kom eens. And we probably need to build something. What is that? Curious. Very curious. What is up? Ik zie er steeds een draak of zo. Hallo, Hagrid, je zit in de weg. Kunnen we niet gewoon naar huis? Ik kan naar huis. Oh, we need a key. We need a key. What is happening there? Geen idee wat we hier moeten doen, dus we gaan maar even de trap op. En wij bouwen blijkbaar iets. Oh, we geven hem een hoedje en een petje. Oké, what was that? Ja, ik wil Hagrid niet aanvallen. Dat is niet mijn bedoeling in mijn leven. Moet ik nog iets met dit poppetje doen? Of heb jij de sleutel of zo? I don't get this place at all. Oh,
Oh my god, I'm in a kist. No. Waarschijnlijk moet je iets betoveren, meneer Potter, of niet? Nou, dan niet. Kan niet anders, ik moet hier toch wel iets doen. Niet dat je hier veel kan. Hem slaan? Nee? Oké. Oh. Moeten we nog even iets... Bam. Wat is dat? Oh, hij heeft de sleutel met je draak. Give me the key. Thank you. That's so friendly. Come on. Ja, en dan zijn we hier in de verdronken maansteeg. In de Nocturne Alley. Maar we moeten hier langs, neem ik aan. But what do we have to do first? Geen idee wat we aan het doen zijn. Ik heb alleen maar geleerd... Oké, ja, dan moet ik hagiepagie worden. Maar hagie is sterk genoeg. Ik heb alleen geleerd dat je gewoon alles kapot moet schieten. That's what I know. Mogen we hier doorheen? Oh, dank u wel. Wow, that's not good, I guess. Wow, dat vind ik niet chill, weet je. Rot op jij. I don't like you at all. Hagrid, we quite need you here. Oh, daar ben je, Hagrid. Oh ja, ik moet natuurlijk zelf Hagrid spelen. Open that door. I want to go back. Ja, en dan zijn we terug en de weg is weg. Oh my god. Mijn favoriete karakter in de hele serie. Ja, dit is een belangrijk stuk in het boek en in de film. En de boek is totaal niet duidelijk. In de film is het overduidelijk wat er gebeurt. Als het goed is gaan ze vechten. In het boek vechten ze. Oh... My god, ook gewoon met Salazar Slytherin op de voorkant. En zij denkt, oké, dikke prima. Jezus. Level complete. Free play unlocked. I don't need to free play. We hebben uiteindelijk wel een ander kleurtje achtergrond nou. House Crest, ja, ik ben daar niet echt mee bezig met die House Crest. Sorry. I'm a true wizard. Voor, oh, 45%. We gaan verbeterd worden. Nou, dit was het begin van jaar 1. We zijn eindelijk in de weg is weg. En waarschijnlijk gaan we straks een zwijnstein. En daar heb ik natuurlijk super veel zin in. Want ik ben al wel 1 aflevering niet in zwijnstein geweest. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je hem leuk? Laat dan een duimpje omhoog achter. Laat een leuke reactie achter wat je van deze aflevering vond. En dan gaan wij de volgende aflevering verder met dit spannende verhaal. En eigenlijk zitten we nu in de Chamber of Secrets. Nou, we zitten niet in de Chamber of Secrets, maar we zitten in het verhaal van de Chamber of Secrets. Tot de volgende keer. En heb een hele fijne kerstavond trouwens. Doeg!